Welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag heb ik een update over mijn notitieboek voor jullie. Ik had al gezegd dat ik een heel stuk heb gereserveerd voor mijn washi tape en dat ik daar een register van al mijn verschillende soorten washi tape wilde maken. En daarmee ben ik begonnen, maar het is best veel werk. Ik ben al begonnen met een titeltje, washi tape, in een leuke kleur, in een mooi lettertype en dan nog zo'n versieringje eronder. En op de eerste pagina wil ik mijn glitter washi tape aangeven. Er zitten al twee stukjes. En dan ga ik pagina per pagina een bepaalde kleur washi tape als focus nemen of een bepaalde soort. Ik ben begonnen met goud. Daarna komt er waarschijnlijk nog zilver en hier is een pagina met allerlei rode soorten washi tape. Soms heb ik een wat langer stuk genomen omdat je dan bijvoorbeeld de boodschap kan lezen of het hele patroon kan zien. Soms heb ik het kort gehouden als je daarmee al een idee hebt van hoe die washi tape er eigenlijk uitziet. Ik heb een pagina vrijgelaten, want ik heb zoveel rode washi tape dat er sowieso nog bij komt. En als ik dan nieuwe zou kopen, dan heb ik ook plek om die erbij te plakken. Dan hebben we hier de groene washi tape soorten. Ik heb er al een aantal opgeplakt, maar het zijn ze nog lang niet allemaal. Ik heb geen onderscheid gemaakt tussen donkergroen en lichtgroen. Dat heb ik allemaal gewoon door elkaar geplakt. Hetzelfde met dunne en bredere washi tape soorten. Die heb ik ook allemaal gewoon door elkaar geplakt. Ik heb nog overwogen om eerst de dunne stroken op te plakken en dan verder te gaan met de steeds bredere stukken. Maar als ik dan nieuwe washi tape bijkoop, dan gaat het allemaal toch door elkaar komen te zitten. Dan kan ik net zo goed gewoon vanaf het begin door elkaar plakken. Hier heb ik een hele strook geplakt, dan kon je echt de hele boodschap zien. Ook hier heb ik het hele patroon dus opgeplakt. Het begint met een kerstboompje, dan hebben we sokken, zo'n suikerstok, verder sokken en dan weer zo'n suikerstok en dan begint het weer met een kerstboom. Dus ik heb het hele patroon laten zien in mijn schrift. Als ik dan bijvoorbeeld een keertje enkel naar suikerstokken op zoek ben, dan zie ik, die zitten ook in dit patroon en dan kan ik ze eruit knippen. Daar is het register natuurlijk handig voor. Dan kan ik op zoek, heb ik washi tape met suikerstok op? Heb ik washi tape met sokken, met sterretjes? En is er nog heel veel plek over hier voor de andere kleuren die ik heb. Paars, roze, turquoise, blauw. Ik denk dat ik ook een aparte pagina ga reserveren voor mijn stoftape. Die hebben dus een stoffen oppervlak. Dat is net weer wat anders. Het zou kunnen dat die allemaal samen op één pagina komen, maar ik heb er ook best veel van, dus misschien ga ik ook moeten onderverdelen op basis van kleur. Ook die glittertape. Je hebt glitterende washi tape, maar ook nog glittertape. Het kan zijn dat die glittertape een eigen stuk krijgt, misschien ook niet. Als jullie op dat vlak tips hebben, zijn die zeker altijd welkom. Dit zijn alle soorten tape die al in mijn boek zitten. Dat is dus groen en rood, zoals je al hebt gezien. De andere kleuren, die moeten er dus nog bij komen. Maar ik vond het al leuk om jullie een update te kunnen geven. En omdat ik niet zo goed weet hoe het verder moet, zijn tips altijd welkom. Ik heb ook nog een laatste stuk in mijn boek, waar ik niet heel zeker van ben wat ik ermee ga doen. En daar heb ik al een sticker geplakt. Het is een Diddelina sticker. Die heb ik gekregen per post van jullie. Heel erg bedankt daarvoor. Ik denk dat ik hier gewoon heel veel verschillende dingen ga verzamelen. Jullie hadden al voorgesteld om er spreuken in op te schrijven. Of tickets bijvoorbeeld, van als ik naar het theater ben geweest of naar de bioscoop. Ik kan er ook mijn stickers in opplakken. Of gewoon leuke dingen die ik tegen ben gekomen in magazines of in de krant, dus knipsels. Het wordt dus waarschijnlijk een categorie overige. En die ben ik dan begonnen met een Diddelina sticker. Wat vinden jullie van mijn washi tape register? Hebben jullie nog tips? Hebben jullie zelf ervaring met registers? Hoe doe je dat het vlotst en het best? En hoe zorg je ervoor dat er altijd plaats genoeg is voor nieuwe toevoegingen? Zouden jullie de dunne en de brede stroken van elkaar scheiden of niet? Ik ben heel benieuwd. Zouden jullie nog verder gaan en na elk stukje tape wat plek laten voor bijvoorbeeld een nummer? Dan kan je je washi tape ook nog een soort naam geven of een beschrijving. Ik ben heel benieuwd naar al jullie suggesties. Ik ben nog niet heel zeker hoe het verder gaat, dus ik heb wat hulp nodig. En laat natuurlijk ook weten of jullie nog updates willen rond dit schrift, want dat is misschien nog het belangrijkste. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet ook zeker de andere niet een keer te bekijken.
In een andere video over dit schrift laat ik zien hoe je de coverpagina kan versieren en hoe je die dan kan veranderen als je hem niet meer mooi vindt, als je zin hebt in verandering. En natuurlijk vind je ook gewoon een hele hoop andere projecten op het kanaal. Vergeet me geen thumbs up te geven als je deze video leuk vond. Abonneer je zodat je nooit nog een video mist en hoop ik je terug te zien bij een volgend filmpje van Doe Het Zelf ideeën. Tot dan!